Ja, de. Hey. Wat ga jij allemaal doen? Wat ga jij allemaal doen? Ja, de middagrust is voorbij, geloof ik. Kom eens. Volg. Goed zo. Dit is Jade en Jade is 12 jaar oud. Jade is bij ons gekomen omdat ze losse knieschijven heeft. Als je goed naar de achterpoten kijkt, dan zie je dat ze eigenlijk ook een beetje krom staan. Dat ze niet meer helemaal goed kan belasten. Ook de voorpootjes doen soms pijn. En het lastige van deze afwijking is dat het niet te verhelpen is. Dus het wordt nooit beter. Alleen maar erger. En Jade is een ongelooflijk levenslustige alpaca. Ze komt iedereen begroeten. Het liefst neus aan neus. Dus ook als we op het strand lopen en ze ziet vreemde mensen, dan spurt ze erop af om de neus tegen de neus van de vreemde mensen te duwen. Die dat niet altijd kunnen waarderen. Mensen op het erf moet ze ook direct neuzen, kijken, een sprintje trekken. 'S Avonds bij de gekke 5 minuten is ze ook het meest actief. Ze rent het hardst, ze springt het hoogst. Vanaf het moment dat Jade bij ons kwam, hebben we geprobeerd om er zoveel mogelijk te ondersteunen met voldoende vitamine, mineralen, gecontroleerde bewegingen en ook een stukje, ja, bijna een soort masseren van de achterpoot en de spieren. En we merkten echt wel dat doordat ze wat meer liep en gecontroleerd bezig was, de stijfheid van de spieren verdween en ze daardoor makkelijker en beter kon lopen. Dus we hadden echt de hoop dat ze nog jaren vooruit zou kunnen. Helaas merken we nu de afgelopen paar weken dat nu de temperatuur stijgt, ze misschien eigenlijk wel te flexibel wordt. En we zien dat ze veel minder goed de spieren kan gebruiken en minder goed haar knieën kan belasten. En het gaat op het moment zelfs zo ver dat als aan het eind van de middag de gekke 5 minuten zijn, die uiteraard wat langer duren dan 5 minuten bij een grote kudde, dan rent ze met de kudde mee en op een gegeven moment lukt het niet meer. En dan stort ze echt een soort neer. Dan ligt ze ook echt te kermen en dan zie je de neusvleugels helemaal wijd. Dus echt een teken dat het ontzettend veel pijn doet. Vaak ligt ze dan ook op de zij met de pootjes helemaal uitgestrekt. In overleg met de dierenarts zijn we dus begonnen met pijnmedicatie. Dus ze krijgt 's ochtends en 's middags en 's avonds pijnmedicatie. Variërend van CBD-druppels tot echt metacam. En het moeilijke is natuurlijk om te bepalen tot hoe ver je kan gaan. Dus wanneer is het toch een alpaca-waardig leven, om het zo te zeggen. En wanneer is het moment daar om te zeggen dat het niet meer kan. En ik denk dat van het hele rescue verhaal wat we doen, het beslissen dat iets niet meer kan, het meest moeilijk is. Het is ontzettend schattig om te zien. Jade heeft een hele goede vriendin. Dat is Julia. Die loopt nu ietsje verder achter in de kudde. En alles wat Jade doet, doet Julia ook. Dus waarschijnlijk Jade die gaat nu een beetje kroelen met het gras. Dan zie je op een gegeven moment Julia daar ook naartoe komen. En als Jade wegloopt, dan komt Julia er altijd achteraan gespurt om te kijken wat Jade gaat doen. We hopen dat Jade nog een paar weken, maanden kan genieten van wat ze doet. We hebben inmiddels wel ook
haar bewegingsvrijheid een beetje teruggeschroefd. Dus overdag staat ze op de wei met de anderen. Heel af en toe nog een klein stukje lopen. Maar niet zoveel als dat ze eigenlijk zelf zou willen. En soms ook heel moeilijk, want dan is ze super actief en ze wil van alles. En dan zie je gewoon dat het met haar achterpoten niet wil. Maar dan gaat ze echt nog springen en tegen je aanspringen, omdat ze vindt dat ze mee mag, terwijl de anderen wel op wandeling gaan. En vanmorgen was ze mee op wandeling en dan was ze zo blij dat we in het bos waren, dat ze, op het moment dat ze merkte dat we op de terugweg gingen, dat ze zoiets had van, ik ga echt niet terug. En elk paadje wat we tegenkwamen, ging ze een andere kant op lopen. Dus het is wat dat betreft ook misschien wel de meest actieve alpaca die ik tot nu toe heb meegemaakt. En eigenlijk ook heel sneu dat ze dus op een gegeven moment niet meer kan vanwege haar lichaam. Wat Jade heeft, dat is ook erfelijk. Dus het is ook iets wat door niet helemaal correct fokken ontstaat. En dat is ook zo sneu. Het liefst zou je dan willen dat ze gewoon oud wordt en grijs en minder actief en op een gegeven moment in de slaap overlijdt.